Met de nieuwe 850i introduceert BMW wederom een attractieve coupé. Geheel nieuw ontwikkeld, fascinerend door zijn comfort, zo'n vooruitstrevende techniek. En zijn opvallende vormgeving. Optimale aerodynamische eigenschappen door de vormgeving van voor, achterzijde, wagenbodem en spiegels. De gelijmde ruiten rondom, de tot in het dak doorlopende ANC-stijlen en de koelluchtgeleiding resulteren in een CW-waarde van 0,29. Als u dit programma heeft gezien, bent u op de hoogte van de belangrijkste vernieuwingen voor de E31. De details van het interieur, van de motor, van de transmissie, van het onderstel, van de elektronica en van de elektrische installatie in zijn algemeenheid. Laten we beginnen met enkele details in het interieur. Als speciale uitvoering is een stuurkolom met geheugen leverbaar. Door de lengte- en hoogteverstelling kan de stand van het stuur naar wens van de bestuurder worden aangepast. Om het in- en uitstappen te vergemakkelijken, schuift het stuur bij het afzetten van het contact naar boven. Bij het aanzetten van het contact neemt het stuur de oorspronkelijke stand weer in. Bij aangezet contact, aangetrokken handrem en geopend linkerportier schuift het stuur eveneens in de bovenste stand. Via de stoel- en spiegelmemory wordt ook de geprogrammeerde stand van het stuur opgeroepen. De instrumenten direct voor de bestuurder zijn analoog uitgevoerd. De stand van de kilometer totaal en dagteller wordt via LCD's aangegeven. Er zijn twee dagtellers. Na het afzetten van het contact blijft de kilometerstand nog circa 2 minuten zichtbaar. Pas dan wordt deze automatisch uitgeschakeld. Voor de E31 is een geheel nieuw informatiesysteem ontwikkeld. Het Multi-Informatiedisplay, kortweg MID. Check control. Boordcomputer. En de service intervalmelding zijn in één display ondergebracht. In een tweede, afzonderlijk display worden de tijd en de datum aangegeven. Details hieromtrent ziet u later. Voor de E31 is een geheel nieuw ontwikkelde stoel gemonteerd. Bij het wijzigen van de zittinghoogte wordt tevens de stand van de hoofdsteunen gewijzigd. Het nieuwe gordelsysteem is in de stoel geïntegreerd. De gordel past zich automatisch aan en biedt daarmee een maximum aan veiligheid en comfort. Voor de lengteaanpassing wordt de veiligheidsgordel op dit punt automatisch ontgrendeld. En wel bij het verstellen van de zittinghoogte, de rugleuning of bij het omklappen van de leuning. Alle bevestigingspunten voor de gordel bevinden zich op het stoelframe. Ook dit detail draagt bij tot de veiligheid van de inzittenden. In verband met de veiligheid wordt de rugleuningvergrendeling door 2 in serie geschakelde microschakelaars gecontroleerd.
Als de rugleuning niet goed vergrendeld is, verschijnt in de multi-informatiedisplay Lene Ziegen. De schakelaars voor de bediening van de portierruiten en het centraal vergrendelingssysteem zijn in een schakelpaneel met 4 tuimelschakelaars in de portierconsole ondergebracht. Bij het bedienen van de schakelaars wordt de beweging van de betreffende ruit bij het loslaten of bij het bereiken van de eindstand gestopt. In stand 2 worden de portierruiten automatisch geopend of gesloten. Alleen bij het automatisch sluiten van de portierruiten en het schuifdak worden verwondingen voorkomen door een speciale beveiliging tegen inklemmen. De werking van de verwarming met automatische temperatuurregeling komt overeen met die van de E32. De E31 is standaard voorzien van een microfilter voor de interieurventilatie. De van buiten toegevoerde verse lucht wordt via dit speciale filter van kunststof gevoerd. De bumpers kunnen een botsingssnelheid tot 6 km per uur zonder beschadiging opvangen en kunnen met enkele handelingen worden verwijderd. Bij een botsingssnelheid tot 15 km per uur wordt deze taak overgenomen door deformatieelementen. Dit zijn stootvangers met een samendrukbaar gedeelte. En nog een nieuwtje. Voordat het portier geopend wordt, komen de portierruiten automatisch circa 6 centimeter omlaag. Dit zakken van de portierruit wordt geactiveerd door middel van de buitenhandgreep of de binnenste ontgrendelingshefboom. Hierdoor geeft het meerdelige afdichtsysteem de ruit reeds vrij voordat het portier wordt geopend. Zolang het portier open staat, blijft de ruit in deze stand staan. Als het portier wordt gesloten, komt de ruit met een vertraging van 1 seconde omhoog en verdwijnt achter het afdichtsysteem. Hierdoor wordt het sluiten van het portier vergemakkelijkd en wordt windgeruis bij hoge snelheden effectief tegengegaan. De functies van het schuifdak zijn bekend van de E32. Voor een betere ventilatie schuift hier een hemelpaneel circa 120 mm naar achteren zodra het dak wordt gekanteld. Via de comfortschakeling kunnen de ruiten en het schuifdak worden gesloten. En ze kunnen nu voor de E31 ook geopend worden. Het openen en sluiten is via de beide portiersloten mogelijk. Het dashboardkastje is tweedelig uitgevoerd. Bij het op slot doen wordt onafhankelijk van de centrale vergrendeling ook het kofferdeksel vergrendeld.
Het kofferdeksel kan ook met behulp van een noodontgrendeling worden geopend. Voor deze noodontgrendeling is het niet meer nodig de handgreep vooraf omhoog te trekken. Bij het inschakelen van de verlichting worden de koplampen direct opengeklapt. Bij het uitschakelen van de verlichting sluiten ze weer. De zeer platte koplampen bevatten dimlicht, grootlicht en mistlicht. Voor de controle van de koplampen wordt gebruik gemaakt van 2 massageschakelde eindschakelaars. Als er een storing optreedt, dan wordt de bestuurder direct via het multi-informatiedisplay geïnformeerd. Via een lichtbalk kan ook bij gesloten koplampen een lichtsignaal worden gegeven. Bij het inschakelen van de koplampreinigingsinstallatie schuiven de 2 drukgestuurde telescopische sproeiers naar buiten. Als de ruitenwissers worden uitgeschakeld, keren de wisserarmen automatisch in een ontlaste ruststand terug. Het is echter niet mogelijk de ruitenwisserarmen in deze stand van de ruit weg te kantelen. Hiervoor moet bij aangezet contact de intervalfunctie worden gekozen. Daarna het contact afzetten en de wisserarmen gaan in de zogenaamde opklapstand staan. Het programmeren van de intervaltijd is uiterst eenvoudig. Even in interval schakelen en daarna weer terug. De gewenste intervaltijd afwachten en weer in interval schakelen. Tijdens het rijden wordt de geprogrammeerde intervaltijd via een referentieveld aangepast aan de rijsnelheid. De E31 is voorzien van de bekende 12-cilinder krachtbron van de E32. De verder ontwikkelde Motronic M1.7 laat hogere rekensnelheden en meer diagnosemogelijkheden toe. Door de hoofdstekker met 88 stekkerpinnen zijn meer mogelijkheden voor informatieverwerking gerealiseerd. De DME en de EML-regeleenheid zijn gescheiden en bevinden zich in de E-box in de motorruimte. De kunststoftank met een inhoud van 90 liter bevindt zich voor de achteras. Hier een doorsnede. Voor de benzinemeter bevindt zich in elke tankhelft een niveausensor met ondersteuning op de tankbodem. De signalen van de 2 in serie geschakelde niveausensoren worden door de elektronica van het EKM verwerkt, waarna de benzinemeter dienovereenkomstig wordt geactiveerd. Door dit systeem is naar boven en naar beneden een groter meetbereik mogelijk. Elke cilinderij wordt door een eigen tandwielpomp van benzine voorzien. Daardoor kunnen beide cilinderrijen afzonderlijk werken. De bekende 4HP24 automatische transmissie met EH-regeling en koppelomvormer of verbruggingskoppeling is standaard. Naar keuze kan de nieuwe 8-serie echter ook worden voorzien van een handgeschakelde 6-versnellingsbak. Voor de eerste keer bij BMW wordt een 6-versnellingsbak in combinatie met een 12-cilindermotor aangeboden. De 5e versnelling is een prijs direct. In de 6e versnelling wordt de toerental met circa 10% verminderd. De 850i is standaard voorzien van de ASC.
voor de uitvoeringen met handgeschakelde versnellingsbak is bovendien de nieuwe ASC Plus T leverbaar. In vergelijking met de E24 heeft de vooras met veerbenen met dubbele onderste draaipunten een grotere spoorbreedte. De onderste wieldraagarmen en de reactiestangen zorgen voor een optimale koersstabiliteit. De integraal achterras is een as met een zogenaamde ruimtelijke vijfpuntsgeleiding met een onderste dwarsgeleidearm aan de voor- en achterzijde, een bovenste dwarsgeleidearm, een langsgeleidearm en een integraalarm die de bovenste dwarsgeleide met de langsgeleidearm verbindt. Nog enige bijzonderheden ten aanzien van de wielgeleiding. De krachten die optreden op de geleidearmen, bijvoorbeeld bij afremmen. De voorste dwarsgeleidearm wordt langer, de achterste korter, het wiel wil in uitspoor. Omdat de langsgeleidearm niet star maar elastisch bevestigd is en de dwarsgeleidearmen schuin zijn geplaatst, gaat het wiel weer in de rechtuitstand staan. Omdat alle geleidearmen tegelijkertijd in werking zijn en alle processen parallel verlopen, veert het wiel zonder stuurbewegingen naar achteren. Hier wordt dit overdreven weergegeven. In de auto is dit niet merkbaar. Een asvergelijking. Links een as met conventioneel subframe. Een obstakel, bijvoorbeeld een diep gat, verdraait de gehele as. De as loopt uit het spoor. Bij de integraalas voert slechts één wiel een beweging in lengterichting uit. Het subframe blijft stabiel. Bij gas loslaten maakt het subframe hier rood een minimale kantelbeweging naar voren. Hierbij draaien de beide wielen naar de binnenzijde van de bocht, dat wil zeggen ze ondersturen. De achterzijde van de auto, die in een dergelijke situatie naar oversturen neigt, blijft stabiel. De ongewenste reactie op belastingwisselingen wordt gecompenseerd op het moment dat hij ontstaat. De wielvlucht en het toespoor kunnen worden afgesteld. Hier de wielvlucht. En hier het toespoor. Verbruikers zoals de interieurverlichting, de leeslampen of de kofferruimteverlichting worden 16 minuten na het afzetten van het contact automatisch uitgeschakeld. Het display voor de tijd, de datum, de boordcomputer, de checkcontrole en de service-intervalmelding heeft u reeds gezien. Dit nieuwe display heet Multi-Informatiedisplay, kortweg MID. Het verwerken van de gegevens vindt plaats in het elektronisch carrosseriemoduul, het EKM. Het EKM is links onder het dashboard aangebracht. Het EKM berekent de gegevens voor het instrumentenpaneel, de boordcomputer, de checkcontrol en de service-intervalmelding. Het EKM verwerkt de informatie, bepaalt de prioriteit en regelt de informatieoverdracht. Bovendien ook de zelfdiagnose en de diagnoseoverdracht naar de regeleenheden die op de instrumenten zijn aangesloten. De multiplextechniek wordt voor een deel voor de instrumenten en de carrosserie-elektronica toegepast. Dat betekent dat de informatieoverdracht tussen diverse regeleenheden via één enkele kabel plaatsvindt. Deze kabel wordt e-bus genoemd.
Tussen het EKM en het instrumentenpaneel vindt voortdurend een gegevensoverdracht plaats. Het EKM is via de IBUS verbonden met het basismodul, het lampencontrolemodul en het multi-informatiedisplay. De gegevensoverdracht vindt plaats als hiertoe aanleiding is. Als bijvoorbeeld het remvloeistofpeil daalt, dan wordt het signaal vanaf de niveauschakelaar naar het EKM gestuurd en daar verder verwerkt. Het opgewekte signaal zorgt voor een melding in het MID. De diagnoseverbinding naar de diverse regeleenheden vindt plaats via het EKM.